Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga een reading doen voor de stier, voor de maand oktober. Dag stier, tijd is vloeibaar, kijk wat resoneert. Misschien resoneert het wel helemaal niet, ook niet op een later moment. En mocht het wel matchen op een later moment, kijk de reading dan nog eens terug. Leuk als je abonnee wordt als je dat nog niet bent. En als je stieren in je omgeving kent, misschien dat je ze kunt attenderen op een reading, op de readings. En dat ze het leuk vinden om ook te abonneren. Wat is er voor de stier in de maand oktober? Wat is er voor de stier in de maand oktober? Deze moet eruit. Teken. Ja. Groei, creëren, bewaken. Allemaal kenmerken die bij de stier horen. Deze moet eruit. Oh, en deze ook. We gaan eens even kijken. Nou, stier, de drieën. De drieën die staan voor meerdere dingen. Kijk ook eens op internet wat dubbele getallen, wat de uitleg daarvan is. Er is heel veel over geschreven. De drieën komen na de tweeën, uiteraard. En de tweeën die staan met name voor iets wat in voorbereiding is, een concept. Iets wat uiteindelijk naar een realisatie komt. En in de drie is er al iets neergezet. De drie staat ook voor de wijsheid. En daarnaast, maar dat moeten we natuurlijk eerst zien in de reading, kan het ook zijn dat het te maken heeft met dat je misschien in een soort van driehoeksverhouding zit. Ik ga heel even kijken wat ik nog meer kan zeggen over de drieën. Ja, het is ook het is een spirituele boodschap. Je wordt ook beschermd. En het is tijd om een beslissing te nemen. We gaan eens kijken wat het is. Deze kaart. Ja, nou stier, in het kader van de drieën, die ik ook heel erg vind duiden op een zakelijke situatie, hè, waarin je iets hebt neergezet en wat je nu gaat realiseren en wat je nu gaat openen. Misschien wel een winkel of je hebt een project afgesloten, je gaat een pilot draaien. Het kan van alles zijn. En misschien ben je zo daarmee bezig op dit moment dat het je heel erg in de tang houdt op een of andere manier. Er is namelijk sprake van een soort van obsessie. Iets wat je hoofd gevangen houdt. We gaan kijken wat dat is. Want het kan ook zijn dat het te maken heeft met een persoon. Oh, kijk eens. Ja, waarschuwingsteken kan het zijn. Het kan ook staan voor een ex. Dat gaan we uitzoeken in de kaarten. Het is in ieder geval daarnaast ook iets wat wijst op... Wees verstandig, wees wijs door ergens niet in te rijden, ergens niet op in te gaan. Misschien gaat het wel om verkeerde voeding, maar in ieder geval, doe het niet. Doe het niet. En deze, nou stier, ik zie het al, het is best heftig. Er is stilte voor de storm. Kan het zijn dat je iets inderdaad hebt gerealiseerd met werk, wat nu zich gaat ontplooien, zich gaat ontluiken? Ik ben heel benieuwd. We gaan verder kijken in de kaarten. Kan alle kanten opgaan. Misschien is het wel stilte voor de storm met het verbreken van een relatie. Dat iemand nog geen ex is, maar een ex gaat worden. En dat in de komende maand, in deze maand oktober moet ik zeggen, hè? Ja, we zitten pas op de tweede.
Excuus nog dat jullie even hebben moeten wachten. Ik kan niet alle tekens op hetzelfde moment doen. Vandaar dat ik het een beetje verspreid. Kijk eens eventjes. Ja, er zijn heel veel waarschuwingen tot nu toe. Het is een beetje van let op, er is stilte voor de storm. Er gaat iets gebeuren. En er is iemand hier die heel erg duidelijk wordt gezegd, neem een time-out. Het is tijd om even een time-out te nemen. Heb je te hard gewerkt? In de zin van letterlijk werken, hè, door business op te zetten. Of heb je misschien je enorm ingespannen in een relatie om daar heel veel te geven, je enorm van je goede kant te laten zien, dat je echt een enorme investering hebt gedaan om misschien nog iets te redden, om te kijken of er een, omdat het toch een beetje aan een zijde draadje hing, dat je een doorstart wilde maken, dat je het nog wilde redden. Stier, het is belangrijk dat je een time-out neemt van iets. En het zou heel goed kunnen zijn dat daarom ook deze waarschuwing komt en dat die in deze reading bedoeld wordt als let op, doe het even niet of ga er even niet op in. Wat is die obsessie? Ik heb het gevoel dat je je heel erg hebt verdiept of dat je heel erg veel tijd hebt gegeven aan iets waar je misschien wel grondig onderzoek naar hebt gedaan of heel veel liefde in hebt gestopt. Oh, kijk eens. Ja, er is iemand die spijt heeft van dat hij je gekwetst heeft. Ja. Het zou heel goed kunnen zijn dat dat nog gaat komen, hè, in oktober. Of dat dat al, ja, dat die spijt, die is er al. Maar dat er iemand is die in oktober bij je aan de bel gaat komen om spijt te betuigen. En ik heb een beetje het gevoel dat je daar, dat je heel veel inspanning hebt gehad. En dat je misschien daarom ook een time-out moet nemen, omdat deze persoon maar eens even in zijn sop moet laten gaar koken. Zou het kunnen dat je best geobsedeerd was door deze persoon en dat je niet genoeg voor jezelf bent opgekomen, dat je een beetje jezelf hebt genegeerd, je gevoel, door werkelijk te willen zien dat diegene jou tekort heeft gedaan. En dat jij veel meer in hebt gebracht dan die ander, waardoor er ook een scheve verhouding is ontstaan. En dat iemand dat weet en daar spijt van heeft, dat hij je pijn heeft gedaan. Het kan een man zijn, het kan een vrouw zijn. Het hoeft op zich niet in een liefdesrelatie plaats te vinden. Het kan ook zijn met een collega of met een zus of een broer of een dierbare vriendin of vriend. En stier, ik weet niet of je een man bent of een vrouw. En in een liefdesrelatie kan het natuurlijk vice versa zijn. En het kan een man-man betreffen, een vrouw-vrouw, vrouw-man-man-vrouw. Kijk wat voor jou past in deze komende maand. Waar je mee bezig bent, wat er gebeurt, wie zijn de mensen om je heen. In welke situaties kom je terecht? Deze moet het zijn. Oh, dit is wel heel erg fijn. Ja, de kaarten die attenderen je erop dat je toch wel een lijntje hebt met boven. Dat je in ieder geval een zesde zintuig hebt, laat ik het zo zeggen. Misschien ben je hooggevoelig. Je voelt de dingen heel goed aan. En je bent in deze reading, dat is wat ik heel erg intuïtief voel. Je bent een beetje buiten je grenzen gegaan. Je wist wat je aan het doen was en je weet wat je met een betreffende persoon, dat je te veel aan het geven was, maar je bent toch doorgegaan. Je bent er misschien een beetje te lang je bent erin doorgeschoten. En dat is ook het gevoel van obsessie, dat je per se iets wilde binnenhalen, iets wilde hebben, iets wederzijds wilde laten zijn.
wil laten zijn, want het loopt nog. En dat je wel je wijsheid hebt gebruikt, maar op een of andere manier misschien te veel naar je eigen willen en wensen hebt gekeken en niet zozeer naar wat kan die ander mij bieden, wat wil die geven. Want afdwingen heeft geen zin. En ik denk dat er iets gaat komen waardoor het, waardoor het of gaat escaleren, of diegene wordt wakker en die wil met je, die wil met je verder komen. Kijk eens. Oh, ja. Weet je, stier, deze kaart zegt letterlijk, je kent je eigen waarde niet. En deze kaart die is zo ongelooflijk, die sluit zo ongelooflijk aan bij deze kaart die ook eruit viel. Als je namelijk zo buiten proporties veel gaat geven naar iemand toe en je doet zoveel inspanningen waardoor het bijna lijkt dat het een obsessie is omdat je eigenlijk alleen nog maar aan dat ene kunt denken. Het kan ook over werk gaan, maar in dit geval gaat het wel om een relatie, heb ik het gevoel. Want er is iemand die wel weet dat hij niks terug heeft gedaan of te weinig. Dat de verhoudingen echt scheef waren of zijn. Maar dit soort gedrag komt voort uit jezelf te weinig waarde geven. Want je doet onder, je doet jezelf tekort, je geeft meer weg dan eigenlijk zou moeten mogen. Hè? Want je bent zelf heel belangrijk. Als je van jezelf houdt, dan weet je op een gegeven moment ook je grens met het geven naar een ander. En ik denk dat in de reading heel duidelijk is dat je daarom nu ook een time-out mag geven. En dit voelt voor mij letterlijk, laat nou die ander maar eens komen. Want nu heb je even genoeg uitgezet. Dat heeft ook met die drieën te maken. Je hebt het al uitgezet. Je hebt het niet bij een concept gelaten. Je hebt het gemanifesteerd. Je hebt het geventileerd. En op een of andere manier komt het bij die ander wel aan. Maar diegene doet er niks mee. Of te weinig. Nou, stier, wat is dit? Oh, hier ben ik zo blij mee. Je wensen gaan vervuld worden. Heb je een plan in je hoofd, wat misschien ook wel te maken heeft met werk of met de liefde? Iets wat je ontzettend graag gerealiseerd wilt zien. En misschien is het wel met die ene persoon die spijt heeft van dat hij je gekwetst heeft. En dat hij eigenlijk nu jouw waarden heel erg ziet. Alleen je moet ze zelf nog zien, stier. Je mag, hè? Je moet niks. En dat diegene bij nader inzien wel ziet. Hey, ik heb zoveel ontvangen van die persoon. Ik wil eigenlijk wel nader gaan onderzoeken wat er verder tussen ons kan zijn. Maar je wensen worden in ieder geval vervuld. Nou, het zou kunnen zijn dat dat met die persoon te maken heeft waar jij zo ongelooflijk veel inspanning voor hebt verricht. Kijk wat resoneert. Maar daarom is het heel belangrijk, als jij een time-out neemt, dan komt die ander uit zichzelf. Pushen helpt niet, claimen helpt niet. Dat is een beetje het punt. Nou, stier, wat is er nog meer? Maar het is heel belangrijk dat je jezelf in acht gaat nemen. Want anders ga je fysiek niet lekker zijn. Je hebt zoveel gedaan, stier. Oh, kijk eens. Ja, en dit heeft toch ook met werk te maken. Ja, ergens heb ik het gevoel dat het hier over werk gaat en over de liefde. En dat je je hebt ontworsteld aan hechten. Misschien ben je aan het onthechten van je omgeving. Zelfs van een vast dienstverband misschien. En dat je besloten hebt, ik wil onafhankelijk zijn.
ik wil iets van mezelf. En dat heeft ook te maken met die obsessie, met dat bezitterige. Je wil iets wat van jou is. Jij wil de regie. Jij wil iets waar je invloed op hebt. Iets wat jij kan bepalen. En het kan heel erg goed zijn dat als het wel meer met liefde te maken heeft dan met werk, dat je in een liefdesrelatie onafhankelijk wil zijn, maar wel iets wil bezitten. Dat je daarom wat veel richting die ander hebt gedaan. Ik zeg het voorzichtig, maar je kunt iemand natuurlijk ook overloden met aandacht, overloden met cadeaus, overloden met berichtjes, waardoor die ander zich een beetje verstikt kan voelen. En stier, het kan ook vice versa zijn. Hè? Misschien is het iemand die dit bij jou doet, dat dit jou overkomt. Grappig, ik had gisteren een reading en er waren ontzettend veel mensen omheen. Er kwamen allerlei andere dierenriemtekens bij. Nou, dat heb ik hier nog niet gezien. Misschien komt het nog. Ik ga nog één kaart trekken. Maar er zit iets in te veel inspanning, te veel aandacht, te veel moeite, waardoor je zelf nu echt een pas op de plaats mag maken. Nog één kaart en dan ga ik naar de oorkaarten. Ja, het kan ook heel goed zijn dat je zelf enorm geclaimd bent geworden door in een vorige relatie, of misschien wel in een huidige relatie, of dat je in je werk wordt geclaimd en dat je nu die drang hebt om daaruit te vliegen en zelf te bepalen wat je wil. Maar je wensen worden vervuld. Het komt heel goed. Het komt heel goed. En waarschijnlijk nadat de storm voorbij is. Ik ben benieuwd wat er in oktober op je afkomt. Oh, kijk nou. Ja, er is iemand die jou ontzettend mist. Ja, en dat zou heel goed degene kunnen zijn waar je je zo voor ingespannen hebt. En nog steeds, hè, want we lopen nu in oktober. Dus ik denk dat het wel al gaande is, maar dat het in oktober een helderder verhaal wordt. Dat het misschien geëvalueerd wordt. Dat diegene waar je zo mee bezig bent geweest in je hoofd, dat die zich komt melden. Omdat hij voelt, ik heb veel te weinig teruggedaan. En dat ook degene is die jou zo ontzettend mist. We gaan kijken. Ja, ik voel toch dat het meer richting romantiek gaat dan dat het zich echt in de zaken afspeelt. Maar het kan allebei. Hè? Kijk wat net. Kijk waar je mee bezig bent. Ja, het is in ieder geval heel duidelijk dat je te veel gegeven hebt van jezelf. Meer dan dat je aan jezelf hebt gegeven. En soms is dat niet erg, want geven is prachtig. Maar het moet wel logisch zijn dat als je nul op het request krijgt, dat je op een gegeven moment mag zeggen, nou doe ik het niet meer. Oh, deze kaarten, die geven één term. En dat is de term die een beetje centraal staat in de reading die ik doe. Slachtoffer. Voel je slachtofferstier? Heb je het gevoel van ik heb me zo ongelooflijk ingespannen voor werk of voor de liefde. En ik krijg eigenlijk wat ik net zei, nul op het request. En dat je daardoor ook automatisch een time-out neemt. Misschien is het een waarschuwing van de kaarten om een time-out te gaan nemen. Misschien heb je dat al tegen jezelf gezegd van nu stop ik ermee. Nu geef ik geen inspanningen meer. Ik hou daarmee op. Het moet van de ander komen. De vraag is of je slachtoffer bent. En je mag jezelf best even zo zien, al was het maar omdat je daardoor misschien jezelf stimuleert om eens eventjes afstand te nemen en niet te bewegen. Maar je bent geen slachtoffer, want je hebt zelf, je bent er zelf bij, hè? Als jij veel uitzet, dan mag je niet verwachten dat iemand teruggeeft. Iemand doet echt wat hij zelf wil. Ik denk dat diegene wel komt. Diegene komt. Ja, en misschien zat diegene wel niet lekker in zijn vel of in haar vel. Het kan een hij zijn, het kan een zij zijn.
even kijken welke associatiekaart bij het woord slachtoffer. Misschien vind je jezelf ergens slachtoffer van. Misschien heb je iemand om je heen die zich slachtoffer voelt. Welke associatiekaart? Deze moet het zijn. Oh, kijk nou. Ja, er is iemand die laat de spullen uit zijn handen vallen. Ik denk dat het weer onvoorstelbaar is dat dit gebeurt. Ja, je bent moe. Je bent er moe van. Je laat het vallen. Je neemt een time-out. Je doet het niet meer. Je bent moe. Je bent, ja, moe, moe. Ik hoor moe. Je laat het uit je handen vallen. Ik hoor echt, nou doe ik het niet meer hoor. Nou doe ik het niet meer hoor. Nou doe ik het niet meer. Iemand die het niet meer doet. Ja, je voelt je, misschien het woord slachtoffer, kan je ook vertalen in dat je je de dupe voelt. Dat je denkt, ik heb zoveel weggegeven, nou moet het van die ander komen. Nou, stier. Ja, ik vind het ongelooflijk, want hij past precies in deze reading. Je hebt gewoon te veel gegeven. Je hebt echt te veel gegeven. Zorg even voor jezelf. Je wensen worden vervuld. Of je wens. Misschien had je één wens, misschien had je meerdere wensen. Deze moet eruit. Healing, kijk nou toch. Healing, het kan niet mooier. Ook in de kleuren, kijk toch eens. Ja, blauw, wit, bruin. Healing. Ben je misschien 39? Ja, het is tijd om achterover te zitten, stier. Om eens even terug te komen bij jezelf en te helen. Ik ga kijken wat het boekje zegt. Het past weer zo ontzettend mooi. En vergeet niet, hè, er is iemand die jou heel erg mist. En ik hoop voor jou dat dat diegene is die je zo verwend hebt. Genezing. Dit is een tijd waarin diep verscholen wonden van het verleden aan de oppervlakte komen. Bereid en klaar om zich te laten helen. De figuur op deze kaart is naakt, kwetsbaar en staat open voor de liefdevolle aanraking van het bestaan. De aura rondom zijn lichaam is vol licht en de sfeer van ontspanning, verzorging en liefde die hem omgeeft, doet zijn strijd en lijden verdwijnen. Dit is toch ongelooflijk? Je hebt gestreden, je hebt gevochten, je hebt zoveel weggegeven. Lotussen van licht verschijnen op zijn fysieke lichaam en her en der in de subtiele energielichamen die volgens genezers iedereen omgeven. In elk van deze subtiele lagen verschijnt een genezend kristal of patroon. Als we onder de genezende invloed van de waterheer staan, verbergen we ons niet meer voor onszelf of voor anderen. Met deze instelling van openheid en acceptatie kunnen we genezen en ook anderen helpen gezond en heel te worden. Ik vind het geweldig. Weet je, stier? Dit is zo duidelijk. Je leert jezelf kennen. Je weet, want je hebt ook een zesde zintuig. Je weet ook wat je hebt gedaan. Je komt erachter. Je wordt geconfronteerd met jezelf. Van jeetje, wat heb ik veel weggegeven? En wat krijg ik eigenlijk terug? En je leert daar ook van dat het niet helpt om zoveel inspanning te doen waarbij er geen tweerichtingsverkeer is. De ander mag ook uit zijn eigen kern acteren naar jou. Geef het maar eventjes de ruimte. Geef het even de ruimte en neem een time-out. Maar dat komt wel goed, want je gaat struikelen, je gaat dingen laten vallen. Je ziet dat je moe wordt. Ja, moe van de inspanningen. Kom tot jezelf en zie wat je deed. Het heeft ook te maken met wonden uit het verleden. Je eigen waarde niet zien. Waardoor je gaat pleasen naar die ander. Van kijk eens, ik ben leuk en ik doe graag wat voor je. Maar het is niet in verhouding, stier. Succes!